Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Hij startte zijn bedrijf Assistance Software toen hij 18 jaar was en bouwde het uit tot een internationale onderneming die hij een aantal jaren geleden verkocht aan Unit 4. En hij is mijn gast, Martijn van der Hoeden. Martijn, hartelijk welkom. Ja, hi Ron. Vertel eens iets over Assistance Software. Wat voor bedrijf was dat? Assistance Software was opgericht in 1990, wat je al zei, toen ik 18 jaar oud was, erg jong. Toen heette het overigens nog geen Assistance Software. Nee? Nee, want ik was freelance docent om geld te verdienen. Ja. En toen noemde het freelance software. Toen ik begon de eerste 3 jaar was het maatwerk software. Ja. Omdat niemand mijn software wilde, was het no queue, no pay. De eerste 3 jaar echt wel wat, letterlijk gefreewheeled. En in 1993 ben ik met een architectenbureau in contact gekomen. En toen echt besloten, was echt de omslag om te zeggen, ja, dit is geen schaalbaar model, maatwerk software. Nee. Ik maak een standaardpakket. Een bewuste keuze is op een gegeven moment geweest om uit die architect- en ingenieursmarkt te breken. En om breder te gaan, dus bredere zakelijke dienstverlening. 2008, 2009 zo'n beetje zijn we de eerste studiereis naar Amerika gemaakt. Beurzen bezocht, wat is er nou aan software op dit gebied en wat zijn de conculega's? En toen dachten we uiteraard, nou ja, wat wij doen is vele malen beter dan wat daar is. Op mijn 45ste had ik al zo'n soort van droom. Dan wilde ik wel een keer financieel onafhankelijk zijn. Een vriend van mij noemde dat in de States, was Amerikaan. Die zei van, het is gewoon fantastisch als je fuck you money op de bank hebt staan. Want dan kan je doen wat je wil. En die vrees heb ik eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Ik had verkocht een Unit 4 in 2017. Ja. En toen ik op een gegeven moment bij Unit 4 wegging, om weer voor mezelf te beginnen. Ik heb weer een nieuw bedrijf gestart. Omdat ik gewoon niks kan doen. Ik vind het gewoon ondernemen veel te leuk. Dan kom je wel in een soort situatie terecht van, als je dan ook bij Unit 4 weg bent en het bedrijf is verkocht in Unit 4 en alles valt op een gegeven moment weg. Dat je dan denkt van, nou, ik ga leuke dingen doen. Hè? Dat is dan zeg maar de phrase. Maar leuke dingen doen is voor mij echt ondernemen. Het idee was natuurlijk om even niks te doen. Om even pauze te nemen. Om even te relaxen. Om te reizen, et cetera, et cetera. Maar vrije tijd heb je alleen als je ook werkt natuurlijk. Heb je trouwens ook eerst iets geks gedaan toen het allemaal al geregeld was en je had het geld op de bank staan? Nee, ik heb niks geks. Ik had wel al heel lang iets ruimer wonen. Dus dat, maar wel in een bepaalde locatie in Amsterdam. En toevallig via hoorde ik dat in het Gelfde gebouw waar ik woon dat een appartement te koop kwam. Oké. Okay. Dus toen, maar dat is pas een jaar later gebeurd hoor. Dus je hebt niet echt de dag nadat geld gestort was een of andere dikke wagen gekocht of zoiets. Dat hoor je wel eens dat ondernemers dat doen, hè? Nee. Ik had op zich een leuke auto, dus nee, dat was niet, nodig. Nee. Dus dat was niet zo'n momentum voor jou? Nee. Aan het begin zit je nog heel erg in die flow van, nou, ja? Nu gaan we natuurlijk knallen met Unit 4. Dat hebben we ook absoluut gedaan. Ik heb de grootste opdracht ooit binnengehaald voor Assistance Software destijds. Ja. Dat was BDO. Dus dat was voor mij ook echt bewijs. Van het werkt? Van het werkt. Continu had ik overal conference calls. En ik werd meer en meer zat ik in een managementrol dan in een ondernemende rol. Excel sheets bekijken, opportunities evalueren. Noem allemaal maar op. Dus die hele merge heb ik begeleid. Dat vond ik hartstikke mooi om te doen. Maar de rol op zich, het ondernemerschap bij zo'n grote corporate, is op een heel ander level dan ik gewend was. Ik ben nooit echt in loondienst geweest. Dus En je had wel met hun afgesproken waarschijnlijk om een x-tijd daar te blijven? Ja, we zouden 3 jaar doen. Maar ik ben in goed overleg. Op een gegeven moment, na die BDO-deal, was voor mij wel een soort van eikpunt van, ik wil dat wel even laten zien. Heb ik gezegd, jongens, ik word hier niet gelukkig van. Laat mij nou even wat anders doen. Ik ben heel behoudend geweest. Dus ik heb wat onroerend goed dingen gedaan. Huh? Ik had al mijn eigen pand. Daar was Unit voor in eerste instantie de huurder van. Maar die zijn eruit gegaan, want we gingen alles centraliseren in Utrecht. Dus dat pand heb ik, dat vond ik wel fijn. Heb ik in 1 keer afgelost. En gelukkig heb ik het nu goed verhuurd. Hmm. Dus dat is een mooi kantoorpand. Dus ik zit in onroerend goed, heet dat dan. Ja, ja. Maar wel met dingen die ik leuk vind, waar ik wat mee heb. Ik ben geen pandjesbaas. Nee, ik ben geen pandjesbaas. Dat is ook niks voor mij. Aan de andere kant staat er een bepaald deel op de beurs, waar ik op zich helemaal niet niks mee heb. Dus heb je met een bank geregeld? Want is er een rol voor een bank? Of zoek jij dat? Want je bent
ken je nu in zo'n 20, 25 minuten als een ondernemer puur sang. Hoe werkt dat met een bankrelatie? Zeg je dan, hey jongens, adviseer mij en ik doe wat jullie zeggen? Of ja, precies. Dat, ja, ik heb te ver geen verstand. Ik heb dat hele beleg, heb ik helemaal niks mee, eerlijk gezegd. Dus, maar je hebt gewoon een som geld gezegd van dat wil ik gewoon op een behoudende manier? Of gaat nee, ik doe niet behoudend, want dat schiet helemaal niet. Het is echt speel, het is echt fuck you money dus, waar je erin hebt gestopt. Ja, we doen zoals jouw woorden, hè? Of we doen offensief. Je moet ook niet jezelf willen herhalen. Je moet jezelf wel blijven ontwikkelen. Wat het erge gevaar is, dat je weer precies hetzelfde gaat doen als je daarvoor hebt gedaan. Mm. Omdat dat een comfortabel gevoel was. Omdat je daar succesvol was. Maar ik ga niet precies datzelfde weer doen. Ik ga dat op een andere manier doen. Dus ik zal met name mensen om me heen verzamelen die Red Race willen gaan lopen. En daar mijn input aan leveren. Waardoor we eigenlijk sneller op het level komen waar ik de laatste 5 tot 8 jaar zat. En al die dingen die ik daarvoor heb gedaan, die 15 jaar daarvoor, dat we dat kunnen overslaan. Benieuwd wat je de komende jaren allemaal gaat doen, Martijn. Ik hou je in de gaten. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en voor de mensen die naar de podcast zitten te luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Martijn van der Hoede uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.